Ik wil net gaan vloggen. Ik zet hem echt net aan. Hoi en welkom bij een nieuwe video. In de video van vandaag, ik ben een weekje met mijn familie in Renesse. Dus ik dacht, ik neem jullie gezellig mee. Ik geef jullie zo even een roomtour. En Hugo was net jarig geweest, al 18, dat is echt niet normaal. Dus we gaan zo even taart eten. En dan gaan we gelijk naar het strand, want we zijn dus in Renesse en dan zijn we aan het strand. En we love het strand. Ik ga misschien wel even zwemmen. Nee, grapje. Dus ik zie jullie zo. Later. We hebben het in ieder geval op camera staan als er iemand het water invalt. Hey. Oh. Ja, beneden. Ja. Ja, ja. Oh ja. Nee, heel voorzichtig. Ik wel. Dan moet je jezelf filmen, niet zo. Hoe dan? Daar heb ik nog één voor jou. Hallo, zeg maar hallo allemaal, welkom bij de vlog, dit is oma. Hallo. Je kan hier een filmpje zien of je goed aan het filmen bent. Hallo allemaal, ben blij dat je er bent. Kom even op. Hier, zeg iets. Tjus. Oké, heel leuk. En nu? Nou, we zijn weer terug van het lekker aan de zee lopen en we hebben nu de hele... Wat ga je aan de zee gelopen? Ja. En lekker gestoeid. Lekker met de blote voetjes. Het was een beetje koud wel, maar dat maakt niet uit. Echt een Nederlandse familie zijn wij, dat er gewoon wat weer het ook is als we met de voetjes in de zee gaan. En nu gaan we met z'n allen lekker gourmetten. Kijk hoe groot. We hebben twee huisjes. Dit is ons huisje. En dat is het andere huisje. En we hebben de tafels en de stoelen allemaal deze kant opgehaald. Zodat we één grote tafel hebben met z'n allen. Gezellig! Vertel eens een verhaaltje, Sabi. Oeh, wat lekker kusje. Dat is een leuk verhaal. Hey, oeh, de slang. Oeh. Hoe heet de slang ook weer? Snappy. Ook nog. De wasbeer. Allebei een dier vasthouden. Zij slang. Mama. En hier hebben we nog. Hallo, waar zijn jullie? Goedemorgen, het is de volgende dag. We hebben fietsen gehuurd en we zijn lekker een stukje met de hele fam aan het fietsen. Woehoe! Ik heb echt een hele mooie lichtblauwe fiets. Stop. En het is hier echt heel mooi. Volgens mij is het wel echt een flink eind dat we gaan fietsen. Ik heb eigenlijk geen idee. Volgens mij, dat zeiden ze, maar we zijn ook natuurlijk ook met Savi, dus misschien dat ze daarom zeggen dat het een flink eind is. We hebben net lekker even een stukje gewandeld en toen even lekker aan de zee. Waarom vlog jij zoveel? Waarom? Verstoppertje gespeeld, dat zag ik nu in beeld en heeft Hugo even voor ons gefilmd. En nu zitten we aan de warme chocomelk aan het strand. Oh mijn god! Ik ken geen opgeven! Ik ken geen opgeven! Zo. Proost! We hebben net lekker macaroni met z'n allen gegeten en zijn nu aan het genieten van de zonsondergang.
Het is echt, nou ja, gisteren was het een hele mooie zonsondergang, maar toen hebben we hem gemist. Dus nu gaan we er vandaag naar kijken, maar vandaag valt hij een beetje tegen. Maar niet uit, alsnog heel gezellig. En het is windstil, dus dat is top. Zo, we hebben dus twee huisjes. Hier één huisje en dan voor allebei, voor dat huisje is ook een zitplek. En deze zitplek. En dan kom je hier binnen. En je hebt eigenlijk één tafel met 6 stoelen, maar we hebben deze tafel even uit dat huisje gehaald, zodat we met z'n allen hier konden zitten. Woonkamer, keuken, met z'n 11 inderdaad. Slaapkamer 1, daar slapen mama en Donnie. Hugo en ik, mijn broertje. De keuken. En dan slapen hier opa en oma. Badkamertje. En de toilet. En Mason. Hoi! Hallo, het is weer de volgende dag. De volgende dag! Vandaag zijn wij lekker naar een festival gegaan. De kinderen vonden het alleen niet zo leuk, dus wij zijn lekker nog met mama en Michel en opa Noma geweest. Nou. Lekker voor het festival, dat was wel heel erg leuk. En de zon scheen, dus dat was top, kijk. Je moet hierin kijken, hè? Niet erboven. Alleen hierin kijken. Ja. Nu hebben we lekker nasi gegeten met z'n allen. Woehoe! Aan de grote tafel! Nu gaan we lekker zwemmen met z'n allen, denk ik. Deze filmpje moet je echt... Nu gaan we zwemmen. Ik hoorde het. Nee, maar dit. Ga je mee zwemmen, Mason? Ja. Ga je mee zwemmen? Ja. Tante Nettie, ga je mee zwemmen? Cheese, ik ga mee zwemmen. Kelvin Pro. Oh. Leonie, ga je mee zwemmen? Ja. Safi, ga je mee zwemmen? Ja, Kelvin Pro. Ja. Hugo, ga je mee zwemmen? Jongens, wat is dit nou? Het was de hele dag lekker weer. In Amsterdam is het ook 9-4 graden. Ja, het is 7:30. Wij dachten we gaan even zwemmen in de zee, maar die gaat helemaal niet goed. Het is gewoon een regenwolk. Het gaat snel, denk ik, regenen. Trek zo weer open, joh. Ja. Je hebt wel een dikke jas aan. Ja. Het is toch niet warm of kouder. Ja, dat is waar. Ja, maar als je dan eruit komt. We gaan met de handdoeken. Maar zo ziet de zee eruit. Er is geen zee. Er is geen zee, maar wolk. Dus dat je nou niet heel ver hoeft te rennen, Mason. Je bent al met. Ga jij racen? Ja. Ik ook. Safi, ga jij? Ja, maar je ziet zo. Hier, opa die filmt wel. Hij filmt nu al. Je hem alleen zo te houden. Je hebt hem alleen zo te houden. Je kan daarin kijken of hij doet. Ja. Leuke handdoekjes, ik ga dit dadelijk aan. Ik ga jongens, ik ga boven. Wacht even. Oh, ik wacht wel eens. Ga je onderbroek. Ja, met z'n drieën loopt met nieuwjaar. Dus kom op. Ja, top. Oké. Ik ben weer thuis. Ik heb het helemaal nog niet afgesloten. Ik ben dan weer een dagje thuis. Het zwemmen was echt super gezellig. En het viel dus echt wel mee hoe koud het was. Ja, dat klinkt misschien heel raar. Maar weet je wat het is? Die zee is gewoon nog niet verwarmd. Dus de volgende dag scheen de zon. En ja, dan is het water even koud, zeg maar. Dat wou ik zeggen. Even goed verhandeld. De volgende dag, die dag daarna, gingen we... die avond hebben we nog spelletjes gespeeld. Toen... De volgende dag was het super lekker weer, dus hebben we nog even snel het strand gepakt. Maar we moesten om 10 uur 's ochtends het huisje uit en daarna snel naar huis gereden. En de volgende dag had ik weer een klus voor Telekids.
En dan ben ik 's avonds uitgegaan. En het is nu weer die dag erna. En ontzettend brak. Want ik kwam om 6:30 's ochtends thuis. Ik kom altijd niet zo goed uit mijn woorden als ik brak ben. Dat verklaart misschien waarom ik niet kan praten. Maar ja, in ieder geval. Het was echt mega, mega, mega gezellig. Echt heel erg leuk. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Als je de video leuk vond, doe dan zeker een duimpje omhoog. En ik hoop dat ik je volgende keer weer zie. Volgende week weer bij een nieuwe video. I love you guys. Very muchos. Bye bye.